Robin, heb je nou de afgelopen 4 dagen andere dingen gedaan die je als voetballer niet zou doen? Maandag waren we vrij. Was het ook een beetje bijkomen van ons feest. We hadden ook nog na de wedstrijd, na de prachtige dag in de Kuip, hadden we ook nog een diner en een klein feestje. Maandag bijkomen. Dinsdag hadden we, was mijn laatste dag op 19.08, trainingscomplex. En spulletjes pakken, iedereen nog een keer spreken. Dan echt de laatste handdruk? Ja, bijna. Ene laatste. Want we hadden gisteren ook nog een diner samen met het team en de staf. Maar er was in ieder geval dat gedeelte. Gisteren, zitten we op woensdag, was het ook nog meetings. En ook drukke dag eigenlijk. En gisteren dan diner. En vandaag ook weer een drukke mediadag. Ja. En ik zag je bij Jan Dino? Ja, die was op bezoek. Die was een soort eregast samen met nog een paar andere artiesten. Met Ronnie Flex, Ali B, Gespard Doel. Najib Amhali en Dino. Ja, superleuke avond. Is het ook een beetje jouw muzieksmaak allemaal die je hebt uitgenodigd? Ja, vind ik leuk. Zeker weten, ja. Wat ze doen en hoe ze het doen. En ook zo'n Ali B, dat is een entertainer, weet je. Mm-hmm. Die kan wel een feestje maken. Ja, en ben je danser? Dans je dan een beetje mee? Ja, zeker. Ja? Ja, ik ben niet een heel goede danser of zo, denk ik. Maar ik dans gezellig mee, ja. Iedereen heeft van jou genoten. En jij hebt natuurlijk altijd onder hoogspanning moeten voetballen. Heb je ook een beetje van jezelf kunnen genieten? Ja, wel. Ja? Ja, wel. Ik heb zeker wel genoten. Alleen is het wel... Het genieten is tijdens zo'n wedstrijd, dan ben je wel helemaal... zit je in de focus. En dan is het niet echt gebruikelijk dat je echt tijdens de wedstrijd... vandaag zitten er veel mensen of zo. Nee. Dat dan weer niet of zo. Maar wel... Een beetje van binnenuit geniet je wel. En voor een wedstrijd even, heb je even een momentje van... vandaag in een mooi stadion en mm-hmm. iedereen is er. En grote wedstrijden vond ik altijd wel leuk. Maar ook het hele proces richting zo'n grote wedstrijd heb ik wel echt van genoten. En ook als je dingen terugkijkt van jezelf, daar kan je nog wel van genieten? Of heb je daar geen tijd voor? Heb je dat überhaupt gedaan? Ja, heb ik wel af en toe gedaan. Ja? Natuurlijk zeker ook... Eigenlijk toen ik pas naar Engeland ging en mijn eerste jaar bij Feyenoord was dat nog helemaal niet zo. Weet je, dan internet en Twitter en zo was niet echt nog een big thing. En in mijn eerste jaren in Engeland, in Londen, toen kochten wij 1 keer in de week... Vocht Boucher, mijn vrouw, die vond zo'n sigarenboertje in Londen. Okay. En konden we daar dan de Nederlandse krant kopen. En dan hadden we 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken... Dan lazen wij de Telegraaf en AD. Dat was het. Ja. Voor mij de eerste paar jaren in Engeland. En op een gegeven moment kwam Twitter volgens mij als eerst. En Facebook en Instagram. En internet werd toen groot en alles. En dan is het meer als alleen teletext. 801. Ja. Ja. Welk moment heb je dan vooral van genoten? Van jezelf? Ja, nee, dus op jouw vraag. Dus dan zie je wel wat meer dingen terug natuurlijk. Dus tegenwoordig is het veel makkelijker. Ja, het is, als je op Instagram zit of op internet of mensen sturen van allerlei filmpjes door, dus dan krijg je wel meer mee. En als je dan een mooie goal hebt gemaakt, dan kijk je hem even terug. Maar je bent trouwens niet echt een social media man, toch? Ik heb wel mijn kanalen. Ja, ik doe het zelf. Ik krijg wel hulp, ook van 1924, die helpen mij. Ik ben niet een speler die constant de hele dag op Instagram zit. En tijdens het eten live zit Instagram of zo. Nee, dat niet. Ik doe het op mijn eigen manier. Ik neem wel mensen mee in mijn leven, vooral sportieve leven. Af en toe een klein kijkje in mijn privéleven. Maar wel op mijn manier. Dat is ook helemaal mijn keuze, want het is mijn Instagram en Twitter-account. Dus dat voelt goed op die manier. Ja, en iedereen moet het ook verder zelf weten hoe ze dat invullen. Maar ik doe het op mijn manier. Hey, als je nou zo'n genieter bent als die je bent... Heb je dan soms het gevoel gehad dat je soms een gevoel van boosheid op je eigen lichaam was... omdat je misschien wel meer had laten zien dat je daadwerkelijk hebt laten zien? En dat ik meer had kunnen laten zien? Ja, kunnen laten zien, ja. Ik heb op een aantal cruciale fases heb ik wel een blessure gekregen. Dat is natuurlijk nooit een goede timing. Maar een paar keer bij Arsenal, dan zat ik het er echt lekker in. En vlogen ze aan alle kanten vlogen ze erin. En dat kwam ook echt onder de aandacht. En dan voelde je ook gewoon echt van, ik ben nu echt lekker bezig. En dan raakte ik geblesseerd. Een stressfactuur in mijn middenvoetsbeentje. Ja, daar kun je niks aan doen.
Maar ja, dan ja, ben je er wel 4, 5 maanden uit. En dat soort momenten heb ik wel 3, 4 keer gehad. Op cruciale momenten dat ik echt wilde doorpakken. Bij Oranje ook een keer kreeg ik mijn eerste kans als spits uit tegen Italië. Ja, tackle van Chiellini. Niet bewust, maar wel een klein beetje roekeloos. Ja, ben ik er weer 5 maanden uit. Weet je. Dat soort momenten. Zonder die momenten had ik meer gescoord en meer wedstrijden gespeeld, ja. Maar aan de andere kant hoort het ook bij topsport. Maar was jij toen al net zo positief als dat je nu bent? Of was je vooral heel kwaad? Of hoe ging je daarmee om? Nee, ik was niet kwaad. Ik besefte ook wel dat het erbij hoorde. En, alleen, dan is dat de realiteit. En dan moet ik vanuit die nieuwe realiteit moet ik schakelen en moet ik weer helemaal vanaf nul opbouwen. En dat is wel zwaar mentaal. Maar, ja, ik heb dat wel elke keer opgebracht en elke keer weer gedaan. En toch weer het positieve ervan ingezien. En, en weer door, zeg maar. Wat er ook gebeurt, ook al is het een tegenslag, gewoon weer opnieuw ervoor gaan. Als ik interviews teruglees van jou en terugkijk, dan zeg je altijd, ja, misschien dat mijn mooiste tijd wel de tijd was als jeugdspeler bij Feyenoord op Varkenoord. Vind ik best bijzonder voor iemand die de beste speler was van de Premier League of WK-finale heeft gespeeld. Maar die tijd, die heb je al omschreven als je mooiste tijd. Ja, misschien had ik een ander woord moeten gebruiken. De meest pure tijd. Als je het hebt over hoe je voetbal beleeft. De meest pure manier, dat is in die fase. Dan heb je eigenlijk nog helemaal geen stress. En helemaal eigenlijk nergens iets mee te maken. Behalve lekker het trainingspakje aan en buiten op straat voetballen. En later steeds meer bij Feyenoord en in eerste instantie Excelsior. Ja, dat was gewoon puur. Dat was gewoon puur voor de liefde van het spel. En niks meer en niks minder. En ja, dat was wel een heel gave tijd, vond ik dat. Iedereen die was vrienden van elkaar. Ja, jullie bleven bij elkaar slapen. Ja, want elk weekend sliep iedereen bij elkaar. Ja. En dat was één grote gezellige boel was dat. Ouders gingen goed met elkaar om. Klopt, ja, klopt. En op een gegeven moment dan maak je debuut en dan kom je eigenlijk als kind in de grote mensenwereld terecht. Ja, en dan moet je je weg daarin gaan vinden. En dan word je beoordeeld in één keer. Soms positief, maar soms ook keihard. Hoe ga je daarmee om als jongen van 18, 19? Sowieso gebeurt er al heel veel natuurlijk. Mm-hmm. Je wordt in één keer bekend. Je bent in één keer interessant. Dat heeft gewoon tijd nodig. En die tijd krijgen jonge spelers niet altijd. Want er wordt wel ergens soort verwacht dat je eigenlijk al gelijk een volwassen persoon bent. En ja, volwassen beslissingen neemt en zo. Terwijl, is dat reëel van een jongen van 19? Ik denk het niet. Nee, maar toen was ook een fase in die tijd dat je het even niet zo leuk meer vond. En toen werd je verliefd op Bouchra. Ja, klopt. En die heeft jou er een beetje overheen geholpen, toch? Klopt. Nee, ja, zeker weten dat. Ja, ja, je bent goed geïnformeerd. Dank je. Dat was toen had ik een mindere fase sportief gezien. Toen speelde ik in de tweede vooral. En toen speelde ik eigenlijk meer op straat als dat ik aan het trainen was bij Feyenoord. Omdat ik toch, ja, ik wilde gewoon lekker voetballen. Mm-hmm. En op straat vond ik dat wel terug, dat gevoel. Alleen toen leerde ik Bouchra kennen. En toen dacht ik, ja, ik ben hier lekker verliefd. We hebben sowieso een leuke tijd van maken. Mm-hmm. En toen ging het in één keer ook hartstikke goed met voetbal. En toen gingen we op trainingskamp in Gran Canaria. En pas daarvoor had ik Bouch leren kennen. En toen werd ik gekozen als beste speler van het toernooi. Het ging in één keer lekker. Maakte een mooie goal. Klopt, ja. Was je erbij ook toen? Nee, maar ik heb al dingen terug. Ja, oké. Okay. Toen vlogen ze er in één keer in en ik dacht, hé, dat is ook leuk. Ja. Ja, en toen gingen we eigenlijk, vanaf dat moment ging het in één keer weer hartstikke positief. Ja, dat is bijzonder, hè? Dat de verliefdheid je dan over zo'n dood puntje heen kan helpen. Ja, maar dat is dus wat ik heel vaak zeg als je happy bent. En dat is als je mentaal lekker in je vel zit en je bent happy. Dan, dat is zo belangrijk. Ook voor je voetbal, maar ook gewoon voor je leven. Als je lekker in je vel zit, dan is alles makkelijker, dan is niks moeilijk of zo. En dat was ook zeker in die fase zo. En dat is ook wel iets wat misschien niet altijd genoeg aandacht krijgt, denk ik, in het voetbal. Hoe is iemand mentaal? Hoe staat hij ervoor in zijn leven, mentaal gezien? Weet je? Het krijgt niet altijd misschien genoeg aandacht. Maar je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je zo happy en gelukkig mogelijk bent op dat moment, om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Ja, maar ik had het idee dat jij sowieso wel happy was, zeker toen als jeugdspeler. Ik heb al je jeugdtrainers gesproken, en in elk geval in de tijd bij Feyenoord. En 2 van de 3 zeiden echt letterlijk, onafhankelijk van elkaar, Robin die maakte liever een mooie misser dan een lelijke goal. Ja, klopt. Herken je dat, ja? Ja, zeker.
Dat is ook nog wel even doorgegaan. Hè? Ook toen ik prof was, vond ik hem een prachtig schot op de lat. Veel mooier als een intikkertje. Dus ja, daarin, dat is ook een proces geweest om te beseffen dat het natuurlijk gewoon het belangrijkste is om die bal erin te krijgen. Maar wanneer is dat veranderd dan? Ja, eigenlijk in Engeland. In Engeland toen probeerde ik een keer op een training 4 keer Leeman te chippen. Ja, sowieso levensgevaarlijk als je dat probeert. En toen kwam Wenger naar me toe en toen zei hij van ja, hij zegt, je hebt het nu 4 keer geprobeerd. Hij zegt maar, hoe vaak heb je gescoord? Ik zeg ja, 1. Ik zeg, zag je hem zo mooi? En toen zei hij ja, hij zegt maar, als je die andere 3 nou anders had ingevuld, had je er misschien 2 of 3 gemaakt. Hij zegt, dat is toch beter geweest voor jezelf en voor het team? En ik zeg ja, er zit eigenlijk wel wat in. Ja. En zo gaandeweg heb ik gewoon, ja, lette ik gewoon heel goed op wat voor tips en tricks ik kreeg van collega's en trainers. En ja, ook gewoon zelf logisch nadenken. Dat is ook heel handig. Je was sowieso een liefhebber, want je hebt ooit een keer heel lang naar een hersteltraining van Dennis Bergkamp gekeken. Dat heb je pure kunst genoemd. Ja, dat was het ook. Hij maakte geen fout in 3 kwartier lang of zo. Op een gegeven moment, na 1/2 uur, zei ik van oké, als hij nu een fout maakt, dan ga ik douchen. Maar die maakte die niet. Dus ik heb uiteindelijk die hele training heb ik volbracht. En dan dacht ik zo, dat is wel heel gaaf. Dat vond ik wel heel mooi om te zien. En die intensiteit met name? Ja, het was op het allerhoogste niveau. Elke bal, hele strakke inspelpasjes met 2 jeugdspelertjes. Die waren er dan bij, als figuranten. En ja, dat deed hij zo mooi. Dat ik dacht van ja, dat is toch ook wel een beetje wat ik wil. En hoe ik vind dat je een paas en trap voor moet uitvoeren. En mis je dat nu bij de huidige generatie? Die drive? Nee, dat mis ik niet. Het is ook niet zo dat... Of zie je dat niet? Het is ook speciaal, daarom benoem ik het ook. En het is ook niet dat heel veel spelers dat zo kunnen of uitvoeren. Maar Dennis had dat wel. En jij later gaandeweg je carrière ook? Ja, dat was wel het streven. Ik heb ook nog een keer zo'n training gehad met David Beckham. Die trainde toen bij Arsenal ook mee. Toen kwam ik terug van een blessure. Beckham bij Arsenal? Ja, die trainde toen mee om fit te blijven tijdens zijn vakantie. Toen had ik ook een keer een training met hem, ook zo'n soortgelijke training. Ja, dat ging op een niveau, dat is niet normaal. Ja? Echt niet normaal. Allerhoogste tempo, sprinten, aannames, spelen en door. En, ja, dat was zo genieten. Ja, en daar leer ik dan ook weer van. Dan denk ik, ja, dat is de target, weet je. Maar is dat een reëel target voor 9 van de 10 spelers in Nederland? Nee, dat is niet reëel. Nee. Dat is van zo'n hoog niveau. Alleen, kijk, je moet dat denk ik wel proberen uit te voeren. Je moet wel proberen om zo min mogelijk fouten te maken. Maar wel op het hoogste niveau qua tempo. En, het is ook niet dat je alles hard moet spelen. Dat is ook, vaak maken mensen daar ook de fout in. Je moet juist achter elke paas moet een boodschap zitten. En als jij wil dat die bal in 1 keer door wordt gespeeld, dan moet je bijvoorbeeld de bal ietsje zachter geven. En als jij wil dat hij hem in 1 keer kan aannemen, dan kan hij wat harder. Dus eigenlijk moet de paas vertellen wat je de volgende speler die de bal ontvangt ermee moet doen. Ja, en dat is ook logisch nadenken. En daarin moet je dat wel als speler, vind ik, nastreven. Ja. En lukt niet altijd natuurlijk. Maar hoe jij nu over voetbal praat, dat is wel eigenlijk zonde dat in elk geval nu een jaartje verloren gaat. Want je gaat echt een jaartje niks doen, hè? Nou, niet niks, maar in ieder geval niet in een officiële functie. Nee. Nee. Maar je wil wel betekenis houden, heb je laatst de persconferentie gezegd. Ja, je eigen leven. Ja, ja voor mezelf. Ja. En dat zou vroeg of laat zou dat wel uit gaan wijzen wat dat precies wordt. Mm-hmm. Weet ik niet. Het kan in de voetballerij, maar het kan ook iets heel anders zijn. Laat ik gewoon op me afkomen en ik zie wel welke kant het op gaat. Ja. En, zolang het leven maar zinvol is, zei je. Ja, op een gegeven moment moet ik wel... kijk, alleen maar vakantie vieren, dat is ook niet het leven. Weet je. Het is nu wel lekker, met de zomer die eraan komt. Zeker. Ja. Maar om echt constant alleen vakantie te vieren, een heel jaar door, zie ik ook niet zitten. Nee. En het leven gaat natuurlijk door. We hebben 2 kindjes, die gaan naar school. Die hebben ook een heel druk schema. Dus sowieso zit ik aan dat schema vast. Maar is er ook genoeg tijd om leuke dingen te doen en leuke tripjes te maken? Maar op een gegeven moment dan kan ik me voorstellen dat je weer betekenis wil. En dat hoeft niet ergens voor de camera's te zijn of per se als trainer. Want dat is wat men altijd denkt. Oké, een persoon stopt met voetballen, dus die wordt wel trainer. Nou, dat is helemaal mijn eigen keuze, of ik dat wil of niet. Maar ja, dat dus. Dat ik ergens wel betekenis voel, dat ik leef. Dat ik ergens het verschil maak.